Samen, Stacy, Lien. We hebben echt iets heel erg leuks te vertellen. En dat gaan we nu doen. Hè? We zijn er een tijdje mee bezig en nu gaan we eigenlijk gaan we het vertellen aan jullie hoe of wat. Maar we moeten het een beetje introduceren waar het eigenlijk vandaan komt, het idee. En daarom zou het goed zijn als we eerst iets vertellen over waar we vandaan komen. Hoe was jouw vorig jaar, 2016? Ja, het was een heel boeiend jaar, sowieso. En we hebben de gekke optredens gehad met 24/7 natuurlijk. De gekke reisjes, de mooiste hotels, de leukste mensen ontmoet. En ik werkte ook nog fulltime daarnaast bij de sportschool. En ik zong ook nog in een andere band. En ja, dat ging eigenlijk mis. En toen heb ik toch wel wat tegen een burn-out aangezeten. Ik ben heel erg aan mezelf gaan werken daarna. Om er beter uit te komen, om weer beter te voelen. Weer fitter, maar ook gelukkiger. Dus ik ben gestopt met heel veel dingen. Ik ben minder gaan werken. En vooral echt aan mezelf gaan werken. En heel erg met mijn voeding bezig geweest. Met sporten, met ontspannen. Ontspanning, yoga en meditatie. Okay. Heel veel boeken gelezen, studies gedaan. En zoveel mogelijk kennis opgedaan. En het gaat nu heel erg goed met me. Ja, dat heb je allemaal dan wel in de luwte gedaan. Want ik geloof niet dat men dat zo heeft kunnen zien aan je. Wat er allemaal speelde trouwens ook in je leven. Dan. Ja, nee, dat klopt wel. Ja, op social media is het toch altijd allemaal alsof je een geweldig leven hebt. En je nooit rot voelt of verdrietig voelt. Maar dat is social media. Dat is social media, het is ook zo ongezellig om een foto te gaan plaatsen dat ik aan het huilen ben. Ja. Dan ben ik nooit heel goed geweest in mijn gevoelens uiten. Okay. En is het altijd, hoe gaat het? Ja, goed, met jou. Nou, nee, bij mij was 24/7. Ik bedoel, je was erbij. Dus het was net zoals je zegt, was het heel leuk. Dat blijft eigenlijk heel erg bijzonder en apart. Het wordt elk jaar drukker daarmee eigenlijk. Het is echt heel bijzonder hoe die 90s revival om zich heen blijft grijpen eigenlijk maar. Ten aanzien van mijn coaching, van State of Mind Network, ja, is er ook heel veel gebeurd. Ik ga steeds nog verder de diepte in met mijn kennis. Ik doe nog steeds heel veel aan studies en het volgen van allerlei seminars en allerlei evenementen waar ik kennis daarover kan krijgen, omdat ik steeds meer en steeds actiever word daarin. Daarbij komt nog natuurlijk dat 2016 het jaar was van mijn leven, mijn kennis, mijn volgen. Ja. Dus ja, dat is een boek waarbij ik eindelijk een heel belangrijk deel van mijn leven heb kunnen vertellen. En eigenlijk eindelijk heb kunnen vertellen waarom ik nou de persoon ben die ik nou geworden ben. En waarom ik in coaching ben gegaan en waarom ik me verdiept heb in de mindset en de state of mind. Dat kwam natuurlijk door die periode. Ja. Dat heb ik in al die jaren daarvoor eigenlijk ook niet op social media gezet. Nee. Nou ja, je ziet maar hoe dat inderdaad nou, gaat. Nou ja, je bent ook wel een beetje mijn inspiratie daarmee geweest. Dat als je jezelf openstelt en vertelt hoe het eerlijk is, dat je ook heel veel daarvan terugkrijgt en dat je andere mensen ook daarmee iets kan geven. Ja, ja. Maar echt een heel mooi boek ook. Een geweldig boek, dus heb je hem nog niet gelezen, dan moet je het eventjes doen. Maar dat was 2016. En we zitten nu al een paar maanden in 2017 alweer. Hoe gaat het nu met je? Wat ben je nu aan het doen? In welke fase van je leven zit je? Zou je beschrijven? Nou, ik ontwikkel me gewoon enorm. Ik ben echt een spons. Ik lees zoveel als ik kan. Of luister boeken en studies. En ja, ik vind het allemaal mega interessant. Door alles wat ik heb meegemaakt het afgelopen jaar. En hoeveel beter ik eruit ben gekomen. En door alle mensen die ik heb gesproken op mijn werk bij de sportschool. En alle coaches waarmee ik heb gepraat. En therapeuten. Ja, en ook jij als coach natuurlijk. Ja, heb ik toch wel ondervonden. Wat het allemaal voor invloed kan hebben op je leven. Dus de voeding, bewegen, coaching, ontspanning, supplementen. En ook dat ik mensen daar heel goed mee kan helpen in het coachen van hun bodyset. En daar ben ik heel gepassioneerd in geraakt. En soms denk je dat het leven gewoon zo is zoals het is. Maar door de juiste vragen kom je bij je eigen antwoorden. En dan zie je dat er zoveel andere antwoorden zijn op mogelijkheden in het leven. Ja. Maar net is hoe jij het zelf ziet. Ja, dat is waar. Zodra je echt een open mind krijgt over een heleboel dingen, dan ontdek je veel meer mogelijkheden. Waaronder mogelijkheden die gewoon voor jouzelf beter zijn, gezonder zijn, duidelijker zijn. Die veel meer duidelijkheid geven over
waar je staat of wat je zou kunnen doen. In plaats van dat je vastgeroest zit in een bepaalde routine van denken of een bepaalde routine van leven, zoals wat jij zegt. Om een voorbeeld te noemen, jij bent vegetarisch. Jij bent eigenlijk, zolang als ik je ken, ben je heel erg alert en bedachtzaam waar het gaat om je voeding. En bijvoorbeeld groentes. Ik ben van mezelf niet zo heel erg groenteeter. Nee. Maar dan je weet niet beter. Dus dan, ja, je neemt de groente die waarvan je denkt dat het beste is. En alles gaat prima. Terwijl als je op een gegeven moment erachter komt hoe belangrijk het is om voldoende groente te eten, vitamine en mineralen binnen te krijgen. Ja, dan ga je er toch anders mee om. En ik voel dat aan mijn lijf en ook aan mijn geluksgevoel dat het een vooruitgang is. Ja. He, maar het komt omdat je open staat voor nieuwe mogelijkheden, voor kennis. En dat pas je toe in je leven. En dan merk je echt dat je daar echt zienderogen door vooruit gaat. Want als je zegt, je bent gaan coachen in bodyset, wat houdt dat dan precies in? Ja, je totale welzijn van je body. Dus gezondheid, hoe fit je voelt, hoe je in je lichaam zelf zit. Eigenlijk ja, dus zowel voeding als bewegen, als ontspannen, je lifestyle. Ja. Dat brengt mij op, we waren in 2016, we waren in nu, wat gaat er vanaf nu gebeuren? En dat is iets waar ik echt heel erg op verheug. Wat ik al zei, dat ik met State of Mind Network grotere dingen wilde doen, leukere dingen wilde doen. Ja, dat ga ik nu uitleggen wat dat is. Ja, dan ga ik uitleggen wat het is. Nou, wat ik gemerkt heb aan mezelf is dat de mindset en de state of mind essentieel zijn. Als dat goed zit, eigenlijk dan ga je nadenken over zoveel dingen. Alleen, ik ben natuurlijk een state of mind, de mindset coach. Hè? En ik sport wel zelf veel. Maar ja, je hebt toch expertise nodig voor het totaalpakket. Weet je, of wil je echt een bepaalde balans voor je lichaam en je geest krijgen. Ja, dan heb je gewoon die andere kennis nodig. En die heb ik zelf niet. Dus, heb ik het met Liane, heb ik het erover gehad of we niet dingen konden combineren met elkaar. Maar dat is ook grappig, want we zijn natuurlijk heel veel onderweg. En zoals ik net vertelde, was ik op een gegeven moment echt aan het werk naar mezelf. Met voeding en met bewegen, met ontspanning. En jij was vooral met je mindset. En jij wilde juist mijn kennis en ik van jou. Dus we spraken er wel over. En op een gegeven moment dacht ik echt, hé, maar wacht even. Ja. Want wij vullen elkaar precies aan. Want het een kan niet zonder het ander. Nee. En dingen waar je vaak in vastloopt. Van, dan weet je bijvoorbeeld wel hoe je iets kan aanpassen. Maar het is toch lastig om weer niet terug te vallen in de gewoonte. En dat is dan bijvoorbeeld weer de mindset. Ja, klopt. Absoluut waar. Dus wat we nu al aan het doen zijn eigenlijk, is het schrijven van trainingen. Coaching, dat doen we sowieso al. We gaan het alleen maar nu vanuit vanuit een initiatief doen. Vanuit State of Mind Network. Waarbij je dan hebt State of Mind en State of Body. Ja. En ik doe dan een State of Mind en jij doet dan een State of Body. En dan krijg je eigenlijk daardoor, dat vind ik het mooie ervan. Je krijgt door de combinatie van die twee, krijg je een mind en body balance. Een balans tussen mind en body. Ik vind het zo gaaf dat het kan vanuit State of Mind Network. Want je krijgt dan een soort triangle of health. Toch? Ja. Een triangle van gezondheid. Nou, hoe mooi is dat eigenlijk? Het maakt wat ik al deed, maakt het compleet. Nou, dat wou ik net zeggen. Nou, dat zeg maar. Het maakt het compleet. Ja. Hoe gaan we dat doen? Wat gaan we aanpakken? Wat kunnen mensen verwachten van State of Mind Network in de komende tijd? Nou, ons doel is vooral om mensen gelukkiger te maken en gezonder. Ja. Dat vinden we allebei heel erg belangrijk. Dus we gaan sowieso blogs schrijven en trainingen. En op onze social media zal het ook op de website zal het te lezen en te zien zijn. En daarnaast gaan wij ook bij mensen of op bij bedrijven bijvoorbeeld trainingen geven. Ja, ja. En wat vooral heel erg mooi is, dat vind ik zelf. Zijn retreats. Ja. Ja, we gaan echt, dat vind ik echt het gave ervan. We zijn natuurlijk heel erg veel onderweg. We reizen heel veel door Europa, door de hele wereld eigenlijk. En via ons netwerk zijn we nu retreats aan het voorbereiden. Zijn we locaties aan het bezoeken. Mooie, inspirerende locaties waar je een retreat kan houden van een paar dagen met mensen. Waarbij je binnen die paar dagen echt traint in mind en body. En dat worden hele, hele, hele gave retreats. Ik noem maar een dwarsstraat. De Antillen. Kroatië.
Ibiza. Texel. Ja, nee, maar Texel ook. En in Oost-Europa een aantal. Een van de locaties waar ik zo van hoop dat het doorgaat, want daar zijn we al vrij ver mee, is Zuid-Afrika. Ja. Dat is werkelijk geweldig. Als je zo zit boven de Tafelberg en je zit daar met een ploeg mensen en je bent allemaal, ben je, zeg maar gelijkdenkend, weet je wel. Dan kan je daar zo'n mooie energie kan je dan krijgen. Ja, het zal in ieder geval een hele mooie natuurrijke omgeving zijn. Ja, inspirerende locaties. Ja, waar je echt de rust in jezelf kan vinden en terug naar jezelf kan gaan. Ja, wat gaan we er allemaal aanbieden? Yoga sessies en meditatiesessies. En in ieder geval informatie over voeding en over bewegen en over mindset. Zou je trainingen ingeven? Ja, ja. En het is een detox. Wauw. Ja. Indien gewenst is de stilte retreat. Dus kan je ervoor kiezen om niet te praten, waardoor je gedachten op een gegeven moment ermee stoppen. Ja, ja, helemaal geweldig. Ja, ik vind het echt heel gaaf. Ik vind het, wat ik deed, vond ik al heel erg leuk, maar dit is natuurlijk, dit maakt het helemaal af. Dit maakt het compleet en vooral ook die retreats waar ik enorm naar uitkijk, omdat het, ja, dan ben je met elkaar, dan kan je met elkaar een heleboel dingen bereiken voor elkaar ook. Ik heb daar ontzettend veel zin in. Het geeft me heel erg veel energie. En het geeft me een heel fijne blik op de toekomst. Ja. We gaan doen. We hopen dat jullie het leuk vinden. Als onze nieuwe plannen. Wij vinden het in ieder geval echt heel erg leuk. Dat was eigenlijk het nieuws. Ja, ik heb er heel veel zin in. Nou, succes. Bye bye. Doei.